opdraaiing in hoog tempo. Een schoon gereden zoals ze hier zeggen. Dat nu weer? Geweldig. Ja? Ja, heerlijk. Is dat elke week weer? Iedere zondagochtend. Ja? Ja. En fijn, kijkt u eruit? Ja, heerlijk. Ja, dat oude gevoel, dat is het glijden, dat is heerlijk. Ja, dat glijden? Ja. Ik ga weer. Goed zo, Roos. Kan die sherry flip niet dubbel die erachteraan komt? Kan die sherry flip niet dubbel die erachteraan komt? Je doet de spreidsprong met een dubbele flip. En dan die sherry flip erachter ook dubbel. Weet je wat ik bedoel? Kunt u de sherry flip ook nog voordoen? Nee. Well done, Sjoukje. Ja. Was Sjoukje Dijkstra dankbaar dat u haar les gegeven hebt? Als, Nou ja, dankbaar. Wat moet je dankbaar zijn? Maar wat zei ze toen ze terugkwam met een gouden medaille tegen u? Nou, weinig. Ja? Ja. Niet dankbaar voor wat u haar hebt geleerd? Nee, ik telde eigenlijk niet mee. Oh? Had ik het gevoel. Oh jee. Ja, want ze was de laatste tijd dus altijd met Kerstwielen samen geweest. Ja. Die heeft het afgerond. Een beroemde trainer. Ja, ja, ja. 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 En die werd ook uitgenodigd hier en die werd gehuldigd. Maar misschien hebben we het een beetje, bij deze een beetje recht gezet. En u de eer toch... Oh, nee, dat hoeft niet, dat hoeft niet. Als je die flip springt, hè, een beetje meer met van twee benen afspringen. Zit er een nieuwe Sjoukje bij? Die kleine hier, die hier daar gaat, die daar gaat. Die met het rode jurkje? Ja, ja. Die is goed. Dat is een toppertje. Ja? Daar zitten we heel veel in, ja. Ah, ja. En hier deze ook. Deze. Dat is mijn spinnenkoppie. Oh ja? Is ze een beetje streng? Nee, niet. Niet? Is ze wel lief? Ja, ze is hartstikke lief. Ja? En heb je er wat aan dat ze dingen zegt? Ja, zeker. Leer je ja, ervan? Ja? Ja. Zijn vroeger ook geschaatst, hè? Ja, ze gaf Sjoukje Dijkstra les. Ja. Weet je wie dat is, Sjoukje Dijkstra? Ja. Zij was de beste schaatser van Nederland of zo, van de wereld. Maar heel lang geleden, hè? Ja, heel lang. 45 jaar geleden. Ja. Hé, maar wat willen jullie bereiken op het ijs? Olympische Spelen. Ja, en jij? Olympische Spelen. Oh ja. Hoe is het met je been? Oh, beter. Ja, is het over? Nee. Goed, nou. Er zit wel hechting in, zeg maar. Oh, dat moet er nog uit. Ja, dat gaat er morgen uit. En wat maakt iemand dan een talent? Ja, hard werken. Ja? Talent is niet eens zo belangrijk, maar hard werken. Ja. Ja. Maar sierlijkheid? Of ja, en een beetje presentatie, dat is eigenlijk de hoofdzaak. Oh, ja. Dat kun je niet leren. Dat moet je van binnenuit hebben. Dat gebeurt als je wat doet, als je wat wil. Ja. Heb je ook vaak op het ijs gelegen? Ja. Ja? Ja. Ja. Kom maar, jongens.